Nou, vroeg in het jaar, als de rupsen nog hoog in de boom zitten, dan doen wij biologische bestrijding met een aaltje die de rupsen aanpakt. Maar dat is experimenteel nog. In de loop van het jaar, vanaf half mei, dan kunnen we de rupsen echt zien. En dan hebben wij twee bedrijven die met een soort grote stofzuiger de rupsen wegzuigt. Dit jaar zijn er meer eikenprocessierupsen gesignaleerd. Dus er zijn meer bomen besmet. En omdat het aantal bedrijven wat de rupsen kan verwijderen niet meer is, gaat het iets langer duren. En wat kunnen de mensen er zelf aan doen? Nou, ze moeten sowieso op afstand blijven als ze zo'n nest zien. Maar als ze iets zien, dan stelt de gemeente het wel heel erg op prijs als ze dat ook even melden. Zodat wij linten kunnen aanbrengen om mensen te waarschuwen en ook onze bestrijders erop af kunnen sturen.